inmiddels aangeschoven onze premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Welkom. Goedenavond. Voordat we met u in de campagnestand terechtkomen, dat gebeurt onherroepelijk, toch eerst even het staatsbelang. We spreken u aan als premier. De afgelopen week zijn wij door een bevriend staatshoofd uitgemaakt voor fascisten en nazi-overblijfselen. En vandaag zei de Turkse president het volgende over ons. Değerli kardeşlerim, biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenica katliamından tanırız. Onların cibiliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8000 Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Hij beschuldigt ons van genocide. Hoe ver moet dit gaan? Nou, het is een walgelijke herschrijving van de geschiedenis. Maar ik kan Nederland één ding garanderen. Nederland laat zich niet koeieneren. Dus wij zullen iedere keer besluiten hoe we hiermee omgaan. We hebben afgelopen zaterdag, toen de Turken ons dreigden met sancties, gezegd dan is het onmogelijk om verder te praten over een bezoek, beperkte kring op een Turkse locatie van de minister van Buitenlandse Zaken. En dat zal ook de komende tijd gelden. Is iemand die in staat is om zulke uitspraken te doen vatbaar voor redelijk dialoog? Is die vatbaar voor redelijke opmerkingen, voor netheid? Moet je niet zo iemand op dezelfde manier aanspreken? Nou, de man wordt natuurlijk steeds hysterischer. Dat zie je in die uitlatingen. Het is natuurlijk ook voor Turkije zelf extreem pijnlijk wat hier gebeurt. Deze man staat ook vandaag de Duitsers weer uit te maken voor de meest vreselijke dingen. Maar nogmaals, dat is aan hem. Aan Nederland, aan de Nederlandse regering, is het hoe we ons hiertoe verhouden. En wij zullen niet zelf escaleren als dat niet nodig is. Maar nogmaals, er zijn grenzen. Mm-hmm. Heeft u het privénummer van Erdogan? Gelukkig niet. Ik vraag het omdat wij zijn gewoon benieuwd naar hoe dat gaat in zo'n precaire situatie. Ja, stuurt u hem dan een sms'je of een appje van toe? Even rustig, vriend. Nee, ik heb Erdogan een heel aantal keer gesproken toen hij nog premier was en ook toen hij president was, mm-hmm, van vorig jaar mei. Ik heb de vluchtelingendeal met Turkije uitonderhandeld met de vorige premier, Ahmet Davutoğlu. De huidige premier Yildirim, daar heb ik afgelopen zaterdagavond mee gepraat om te voorkomen dat zijn minister op een oplegger moest worden teruggereden naar Duitsland. Het leek mij verstandig dat zij de auto uitkwam en in een auto terug zou rijden naar Duitsland en niet op die oplegger. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. We zijn in een hele vreemde film terechtgekomen. Maar goed, dat is allemaal prima of niet prima. Maar dat is aan de Turken. Aan ons is het hoe we daarmee omgaan. Maar kan het alleen via een soort diplomatieke weg, of kun je ook nog intermenselijk zeggen, een soort appel doen op iemand van stop hiermee voordat dit helemaal uit de hand loopt? Bestaat die mogelijkheid voor u om dat te doen? Ik heb dat natuurlijk zaterdag met mijn collega gedaan, Yildirim, de premier van Turkije, die ik aan de lijn had. En zei, hoe kan het zo zijn? We zijn NAVO-bondgenoten. We hebben 400 jaar diplomatieke betrekkingen. We zijn de belangrijkste investeerder in Turkije. Nederland is nummer 1 of net nummer 2 of net nummer 1 investeerder in Turkije. We zijn een van de belangrijkste handelspartners. Dat we nu vanmorgen zien dat terwijl we praten over het bezoek van de minister, dat jouw land dreigt met sancties. Wij gaan nooit onder chantage onderhandelen. Wat zegt hij dan terug? Er komt niet veel terug. Hij is dan vooral boos dat die minister in Rotterdam niet naar binnen mag bij haar eigen consulaat. Dan zegt hij, mevrouw mag helemaal niet in Nederland zijn. Dit op vandaag waarin je ons dreigt met sancties, een chaos in Rotterdam veroorzaakt. Het was een puinhoop. Daarna ook al die rellen die er plaatsvonden. Maar goed, nogmaals, mijn taak is het dit land veilig en stabiel te houden. En dit soort figuren het hoofd te bieden, en dat zullen we ook doen. Moet er iemand gaan bemiddelen? Ja, de soep is nu zo heet. Als je daar iemand zijn tong in steekt, gaat het mis, denk ik. Ja. En de ambassadeur het land uitzetten? Maar dan zijn wij aan het escaleren. We hebben nu afgelopen zaterdag een stap zonder precedent gedaan. Een minister van Turkije geweigerd te landen op Schiphol of Rotterdam of waar het zou zijn. Dat is zonder precedent. Ja. Ahmet Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam, was gisteren in Nieuwsuur en die deed daar toch wel een opvallende uitspraak. Hij vertelde dat hij toestemming had gegeven aan de politie om te schieten. Ik kan daar helaas niets over zeggen. En maar de reden wel is, ja, dat weet ik, maar ik ben premier, dus ik moet nog voorzichtiger zijn. Het functioneren van onze diensten, onze politiediensten, onze veiligheidsdiensten, dat gaat altijd met grote zorgvuldigheid, maar ook met groot vertrouwelijkheid. Want als je daar iets over zegt, onder welke omstandigheden wat mogelijk is, dan geef je ook inzicht in hoe die diensten functioneren. En dat kan uiteindelijk in een toekomstige situatie de zaken minder veilig maken. Dus u had liever gehad dat Abu Talib dat niet had gezegd? Abu Talib gaat over zijn eigen woorden. Hij heeft het zaterdag voortreffelijk gedaan. Ik heb de hele avond contact met hem gehad. Voortreffelijk gedaan. En ook de politie. Ik was vooral heel trots, überhaupt op de politie die avond, maar zeker die agent met een collega die tolkte tussen de Turkse dame en de politieman. Die politieman die daar staat, vol zelfvertrouwen, echte Nederlandse politie. Gezag,
ferm, maar ook met groot respect. En dat laten wij dus in Nederland doen door een politieman. En niet door een of andere official van het stadhuis. Ik vond dat Nederland op zijn best. Ja, maar toch, kijk, als de burgemeester, en het is, hij is ook niet gek, Ahmed Abu Talib, toch vertelt in een actualiteitenrubriek, ik had zelfs de toestemming gegeven om te schieten, dan denk ik ook, voor hetzelfde geld hadden er nu Turkse straaljagers boven het land gevlogen. Was het oorlog? Ik kan alleen maar herhalen wat ik er net over zei. De Nederlandse regering kan nooit spreken over het functioneren van onze diensten. U bent 3 zetels gestegen sinds dit akkefietje. Dan maak ik het te klein, deze crisis. De peilers zeggen dat het overwegend komt door wat er met Turkije aan de hand is. Daar zit iets pervers in. Dat u er dan baat bij heeft dat zoiets slechts gebeurt. Hoe verhoudt u zich daartoe? Ik ben de afgelopen weken natuurlijk in de eerste plaats lijsttrekker van de VVD geweest. De agenda met, zoals u het zo mooi zei, staatszaken. Die was wat leger dan normaal. Ik had wel vorige week een 2-daags Europese top. Daar ben ik wel heen gegaan en de normale dingen gedaan. Maar sinds afgelopen vrijdag en vooral zaterdag ontwikkelde deze crisis zich. En ik heb bijvoorbeeld zaterdagavond van 10 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts, 2:30 's nachts aan de telefoon gezeten met Abu Talib, de premier van Turkije, et cetera. Dan ben ik met mijn werk bezig. Dan ben ik niet met de campagne bezig. Op dat moment ben ik premier. We verlangen, of we hebben het hier uitgebreid al die weken over gehad. Wanneer is de game changer? Komt die nog? Iedereen verlangde naar. En vanavond, net voordat u ging zitten, trokken de heren commentatoren de conclusie. De game changer was Erdogan. Ik zit nu midden in de campagne en ik zit ook midden in deze crisis. Een gespeten mens. Nee, nou dat niet. Nee, dat valt wel mee. Daar kan ik wel mee omgaan. Maar het is voor mij onmogelijk om nu te analyseren hoe het een op het ander uitwerkt. Ik ben met allebei zo druk bezig dat ik me daar nu echt verre van houd. En daar moet ik echt meer afstand hebben in de tijd om daarvan te kunnen zeggen wat is de invloed van het een op het andere. Ik moet gewoon mijn werk doen. Gelukkig doen wij dat meteen aan tafel, toch? Wij wachten niet. Maar dat is uw kracht. Ja. Is het, maar ik kan me wel voorstellen dat het u pleziert dat u toch ziet dat bijna de hele Nederlandse politiek achter u staat in deze hele crisis. Dat is heel goed. En ook Europa. Er was wat kritiek dat Europa wat langzaam is, maar Europa is altijd wat langzaam. Maar ik wist al meteen vanaf zaterdagavond uit signalen die ik kreeg. Zondag, mijn Deense collega die belde en zei, ik ben van plan een bezoek van de Turkse premier uit te stellen. Gisteren, voortreffelijk. Dus zowel in Europa, maar ook de Nederlandse politiek, die op dit punt echt eenheid uitstraalt. Kunnen we de premier even afscheid nemen van de premier en even met de lijsttrekker gaan praten? Bij deze. Mooi. De campagne. U bent bang voor Geert Wilders. U waarschuwt